Een hele goede morgen allemaal. Welkom weer bij een nieuwe video. Yes, vandaag gaan wij de altcoins meenemen die jij hebt ingestuurd onder de video. I know, twee, drie weken terug al, maar door ziekte, ja, had ik niet heel veel tijd om deze altcoins eerder op te pakken. Nu is het weer tijd voor een nieuwe altcoin review, maar dan aan de hand van jullie ingestuurde altcoins en technische analyses wat we dus gaan bespreken. Alright, laten we niet lang wachten. Laten wij beginnen. Goed, I know. Als ik naar mijn kanaal ga. Yes. Dus moet die even uit. Ja, de laatste paar weken. Was ik niet heel erg veel met video's maken. Livestreams en dingen. Dat kwam natuurlijk door Londen. Daarna Defcon. En daarna dat ik een week lang eraf heb gelegen. Door griep. Nou ja, dat is uh, niet fijn. In ieder geval, als we weer eventjes terug gaan naar de video. Van de, inmiddels vier weken geleden. I'm sorry. Serieus. Hebben jullie mooie dingen ingestuurd? En ik heb hier een lijstje uitgepakt. Um, en, en het lijstje wat we vandaag gaan bespreken is dan ook WSM, Pepe, ICP en ik had er nog één. Even kijken welke dat was. Oh ja, en Foxy. Die wou ik ook graag meenemen. Die ken ik ook. Ja, ik heb hem voorbij zien komen, maar ik ken hem niet voor de rest wat het is, wat het doet. Um, ik weet dat hij volgens mij ook gelist is. Daar gaan we ook eventjes naar kijken. Goed, laten we dan ook beginnen met Foxy. De koers staat op 1,1 cent. Um, even kijken, de Markt Capital staat op 33 miljoen. Interessant. Markten waar ze aanwezig zijn is dus al Bybit, Qcoin, BingX. Ze staan al echt wel op hele mooie exchanges, eerlijk gezegd. En als ik nu naar alles ga, zie ik dat ze eigenlijk op het verkeerde moment gelist zijn. Ze zitten nu, als we gewoon simpel gezegd op deze manier naar de chart kijken, zitten ze op support. Nou, als ik dit zo bekijk, zou ik zeggen, oké, okay, hij heeft de high's hier gepakt, gaat nu de loos pakken. Maar daarna zou ik wel durven zeggen dat ik Foxy, ook al is de memecoin, ik heb er namelijk wel eerder van gehoord, zegt al genoeg. Ja, zou ik hier wel in durven stappen. Dus op basis van uh, dit, hij staat market cap, laag market cap, vind ik gewoon zijn rate interessant. Uh, maar ik, nogmaals, ja, ik wil hem één tik lager en ik zie dat hij op heel veel exchanges gelist is. Laat me heel eventjes naar de website gaan. De uh, website is Welcome to the World of Foxy. Bye bye. Zo zie je het ook: Foxy airdrops for loyal MetaMask users. Linnea is the home to the most innovative Web3 projects. Hier wat ze allemaal ook hebben. Dus ik vind dit. Ik vind dit wel voor nu al. Ja, ik heb, ik heb er wel vertrouwen in. Even kijken naar uh, de top. Foxy bye, Foxy. Laat ik ook heel even, zoals ik eigenlijk altijd doe: hè? Foxy. Kijken of we grote YouTube-kanalen over spreken. Foxy Memecoin. Even kijken hoe de adoptie is. Een maand geleden, een maand, twee maanden geleden. Ja, toen was de hype. Toen was deze video ook al aangevraagd. Ook hype. Nu is de hype voorbij. Hè? Dus eigenlijk is het alleen maar goed dat we nu te laat zijn. Want eigenlijk moet je kopen natuurlijk. Hier de 10 best memecoins. Toen ben millions. Foxy Foxy, maar ik zie nog niet echt grote YouTube-kanalen. Mm, dat vind ik altijd toch wel heel belangrijk. Ja, 8,7 weergave. Ja, Foxy Onlinea, dat is hier besproken. Een groot YouTube-kanaal, Virtual Bacon. Virtual Bacon. Today I'm building the best. Ja, hij heeft 300 Dus ja, hij ligt goed in de markt, zo ik ver. Ik eventjes te zien, maar ik, nogmaals, ik zou. Eigenlijk, en we kunnen best een chart erbij pakken, maar ik zou nog één tik lager willen. Eigenlijk met de rest van de hele markt, alles wil ik één tik lager zien. Ja, zoals jullie ook in mijn Bitcoin video's hebben bekeken. Ja, en dan zou ik Foxy zeker wel uh, aandurven. Vooral als we kijken naar de laatste maand is hij 33% gecorrigeerd. De laatste 7 dagen is hij uh, stabiel. Maar laatste, ja eigenlijk is hij vanaf... 2,5 cent nu naar 1,5 cent. Op zich valt het ook wel mee hoeveel gecorrigeerd die is. Als ik nou zonder an, sommige andere altcoins kijk, die gewoon 70%, 75% zijn gecorrigeerd, ik denk aan SKL. ja, dan is dit toch wel uh, houdt hij zich goed stand, moet ik zeggen. Goed, de tweede die is aanvraagt is Baba. Was ook vier weken geleden, was ook ergens in deze pumpfase. Ook heel interessant hè, dat je dan niet in die pumpfase koopt. Dus eigenlijk, standverdank. Wil ik hier ook 1 tick laag zien. Ik verwacht ook, hè, hier zijn de highs ontnomen. Dus hier gaan de lows ontnomen worden. Ook BABA 1 tick lager als ik kijk naar technische analyse. Market cap is echt maar 2 miljoen. Hoog risicovolle project moet ik dan ook zeggen. Uh, een memecoin. Uh, op het Solana netwerk zie ik dan ook. Even kijken, die andere is op Linea. Hè? Ja, Linea netwerk. En dat vind ik ook heel interessant. Ik heb, ik heb me nog niet heel erg verdiept in Linea. Uh, maar... Weet je, alles wordt gebouwd op Solana, alles wordt gebouwd op Ethereum, daar staan de ogen op. Maar wat nou als er een uitblinker van een memecoin op het Linnea-netwerk staat? Oké, okay. uh, dat is in ieder geval waar we eventjes rekening mee moeten houden. Dus um, Baba op het Solana-netwerk, daar is natuurlijk de hype alleen gelist op Radium Jupiter. Uh, vind ik een beetje jammer dat er zo weinig beurzen van zijn. Uh, maar dat komt echt door de lage market cap. Je, je, je wordt niet zomaar gelist als jij een market cap van 2 miljoen hebt. Dat betekent wel hoog risico, hoog reward. Dat betekent als je hier wel instapt, kan je heel snel een keer 10 pakken. Hè? Vooral met lage caps. Um, even kijken, website. Waar sta je? Website, website. Hier website. We gaan naar de officiële website. Zo kan je ook eigenlijk altijd naar de officiële website gaan. Hè? Als je dan naar CoinMarketCap gaat, hij is al gelist op CoinMarketCap. Ja, hier. Even kijken, Current Market Cap. En daarna Evolution. Evolution, 10. Oké, okay, ze zijn wel echt. Uh, yeah. No lock staking. Oké, okay, roadmap, members, Telegram. Ik wil de volledige roadmap even zien: 10 miljoen. NFT Marketplace, oké. Okay. Ababa-bot, oké. Okay. Marketing 75.000, oké, okay. en daarna bij 100 miljoen market cap gaan ze top 5 centralized exchange listing doen bij 500 market cap, oké, okay, oké. Okay. Uh, ja, ik zie voor de rest alleen niet. Ja, ik vind het een leuk project. Ik zie hun doelen, maar uh, als ik eerlijk moet zijn, kijk, uh, we bespreken veel meer memecoins. Sommigen hebben nog wel een, een, een use case. Um, ik kan hier voor de rest niet zo heel veel uithalen. Uh, als ik dan heel even snel vertalen druk, de verwaarloosde broer van Peppa terwijl Pepe de jacht was. Kijk, zoals dit is, dus eigenlijk een Pepe 2.0. Letterlijk. Alleen op het salaan netwerk En zoals we bijvoorbeeld Pepu hebben, dat is echt weer een eigen blockchain. Dus dan. Kies ik liever voor Pepu dan voor Baba. Als ik het zo eventjes mag zeggen. Dus uh, ja, Pepu hebben we ook wel eens een keer besproken. Oh nee, niet op mijn kanaal trouwens. Dat gaan we dan ook maar een keer doen. Maar Pepu is eigenlijk Pepe Unchained. En die heeft dus een Layer 2. Uh, nou, waar was ik? Die heeft dus een Layer 2. Een blockchain en die, 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 die Pepe draait dan ook straks op de eigen blockchain, dus uh, dat zie ik hier niet in terug. Dus dan zou ik liever als ik moet kiezen tussen Baba en Pepu, kies ik liever voor Pepu, uh, maar daar ga ik nog wel even een video apart over maken, want ik zie dat ik dat nog niet eens gedaan heb, um, ook door ziekte en alles natuurlijk. Dus dat is niet zo, uh, niet zo fijn, volgens mij. Yeah. Goed, ICP, jongens, ICP, uh, een van de grootste jacko's die ook van uh, 2 naar 20 is gegaan, staat inmiddels weer op 8 ja, jongens, uh, was natuurlijk gigantisch hype, uh, was bullish, uh, maar ik, ik zei volgens mij toen al wacht op de pullback. Deze hele push is wel interessant, want ik zoek nu ergens naar een retracement tussen de 78%. En 86% is nu op de Golden Pocket gekomen. Overigens exact op de Golden Pocket. Maar wat ik mis voor eigenlijk een push omhoog is een bullish divergentie. Een hidden bull. Dus wat je wil op de RSI is dat je een lagere bodem maakt. Terwijl je hier op de prijs een hogere bodem maakt. Ja, en dat zal rondom de, uh, de 78% retracement komen. Ja, en dan zouden we technisch gezien misschien zelfs een bull count kunnen maken. Op deze manier. En zouden die echt wel, echt wel bullish kunnen worden op het moment dat ICPI... Hier een hogere bodem gaat zetten. En dan kan dat echt een gigantische breakout veroorzaken. ICP uh, staat natuurlijk op de raden voor velen. Uh, laat ik ook heel even kijken wat de market cap van ICP inmiddels is. Volgens mij was die wel hoog. Ja, 24, jongens. Uh, market cap van 4 biljoen, gigantisch. Is natuurlijk mooi gestegen. Afgelopen dag, uh, 13 gestegen. Maar voor mij gaat het echt eventjes om het hoogteitframe. Um, als ik dan ook kijk naar ICP, ja, ik vind hem uh, nice, maar ik wil nog wel één tik lager zien. Want je ziet hier ook alweer een hidden divergentie ontstaan. Vanaf dit punt, maar zelfs vanaf dit punt zien we een hidden beer. Dus je kan best nog dit doen, zo, en dan dit. Dus ICP, ja, ik vind hem uh, op hoog time frame. Uh, wil ik gewoon zoeken naar he, de bodem en fundamentals? Ja, we hebben hem al een keer behandeld in Altcoin Zondag. Fundamentals ben ik gewoon prima op, gek op en, en, en ben ik ook bullish op. Uh, dus ja, zodoende. Pepe ook letterlijk nog één tik lager. Hebben we vaker besproken. Ik zie hier een prachtige channel. Uh, en deze channel zou dan ook kunnen zeggen dat we nog eentje laag gaan en dan die push gaan maken. En ja, dan zou Pepe en dus de gehele Mie markt mee kunnen trekken, omdat Pepper ook naar het nieuwe high gaat. Ja, en deze zal in mijn optiek dan ook echt wel. Ik doe me van 4, 1, 2, 3, 4, 5 kunnen zijn. En zouden we hier ergens ja, naar zeker weer een 400 pump uh, kunnen toppen? Dat zou betekenen dat de hele altcoin-markt uh, aangetrokken gaat worden uh, en de Mie markt ook wel uh, en ICP waarschijnlijk ook wel. Goed, ook WSM was aangekaart. Die hadden we natuurlijk een keer in de show gepakt. We stonden naar de winst en eigenlijk daarna is een aflopende zaak geworden. Waar ik een beetje zorgen om maak bij ICP of WSM, sorry, is dat hij, hij stond zelfs zoals maar buybit en ik zie hem gewoon niet meer op buybit staan. Dat betekent dat hij ook gewoon weer die list is. Um, ja, en dat, dat, dat de reden van die listingen zou kunnen zijn interesse, maar ook omdat er iets niet goed zit. En WSM is een Wall Street Mincoin, ze hebben een groot twitter kanaal, maar ze kunnen iets gedaan hebben wat Bybit niet heeft aangestaan. En als ik dan ook naar de chart kijk, um, schrijf ik hem voor nu af. Natuurlijk zou hij net als Peppe ook eentje laag kunnen en dan wel weer wat kunnen herstellen, maar je moet er rekening mee houden. Ja, je weet niet wat de achtergrond is, waarom, uh, waarom ze gedelist zijn en dat soort dingen allemaal. Dus hou er gewoon rekening mee ja, dat het sowieso één laag kan. Maar dat het niet echt meer een herstel gaat krijgen. Zoals je zou willen krijgen. Dus dat is wel iets wat ik je nog even zou willen meegeven, natuurlijk over WSM. Goed, we hebben weer veel altcoins besproken. Ik wil voor mezelf nog even eentje bekijken. En dan neem ik je graag in mee. En dat is Mr. Floki himself. Hoe staat deze Floki ervoor? Want deze heb ik al heel lang niet gechart En we weten dat Floki was mijn favoriet. En ik heb met Shul gesproken. Het was ook zijn gigantisch mooie uh, ja, memecoin eigenlijk wel. Um, en uh, daar vind je straks meer of binnenkort meer informatie over. Sjoel van Alt Crypto Gems. Uh, maar in ieder geval, ja, voor Floki zoek ik ook nog naar één tik lager. Dan hebben we eigenlijk op de 12 uur een 3-drive bullish divergentie hier tussen. Ja, en dat zou voor mij ook de ultieme bodemsignal kunnen zijn. Voor waarschijnlijk nog een flinke verdere push omhoog. Samen met de gehele meme- en crypto-sector. Alright, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Dankjewel voor het intro. Natuurlijk is dit geen financieel advies. Eigenlijk gebaseerd op mijn mening. Ja, en vind ik jouw altcoin. Niet interessant betekent niet dat jij het niet interessant hoeft te vinden. Ik onderbouw alleen waarom. Um, zoals bij Baba was dit de enige die ik niet interessant vond. Uh, omdat ja de use case is in mijn ogen niet gelijk duidelijk. Um, dus ja, zodoende. In ieder geval, thanks for the intro. En ik hoop dat je wat aan hebt gehad. Thanks voor het intro. Bye. Bye.